Hallo, vandaag zijn we bij de volkstuinen in Oostberg. De winterseizoen is voorbij en mensen komen weer terug om aan de volkstuintjes te werken. En wij gingen daar een kijkje nemen. Wat verbouwt u? Ja, van alles een beetje in de tuin. Sla, allerlei soorten en kool en parij, spinazie, andijvie, noem maar op. En aardappel nog. En rabarber, en die staat daarboven. En verkoopt u dit of is dat voor eigen gebruik? Dat is allemaal voor eigen gebruik en een beetje voor de familie. Maar daar wordt niks van verkocht. Daar is veel te weinig voor op. Komt u hier elke dag? Bijna elke dag, ja. Wanneer je het een beetje wil onderhouden, dan is er veel werken. Dan moet je er echt intensief mee bezig zijn, want anders komt het niet goed. Een keer als je onder het onkruid zet, raak je nooit meer van onder. Zijn je volkstuintjes heel populair? Op het ogenblik nog wel, ja. Maar het is wel de oude generatie, want de jeugd die zit er niet zoveel meer in. Want ik denk dat hier, ja, pak weg, 60-70% ben allemaal 65-plussers. Dus u verwacht eigenlijk binnenkort dat heel veel volkstuintjes in ieder geval weggaan? Ja, zoals het nu gaat, wel, dan blijft er niet veel over. Dan ben er gelukkig weer enkel de jonge lui bijgekomen, dus we zullen maar moeten houden, hè. En... Heeft u elke dag nog zin in om hierheen te komen? Ja hoor, ik ben iedere dag gemotiveerd om te komen. Als je dat niet meer redt, hou het op ook natuurlijk, want dat moet je het niet doen.